nummers van K3. Vanaf eind juli staan jullie in de nieuwe musical. Mm-hmm. En het is de eerste musical ter wereld die gebruik maakt van 3D-decors. Alice in Wonderland. Ja. En we hebben al wat beelden. Gaan we nu naar kijken. Ja. Dat is echt heel cool. Wie gaat er mee? Het ziet er geweldig uit. Moet je je voorstellen, zitten die kinderen dan ook allemaal, en de ouders natuurlijk, met zo'n 3D-bril op? Ja. En dan komen jullie dus echt naar ze toe, hè? Alles bijzonder dit. Ja, je ziet die kinderen ook echt zo in de lucht van alles proberen te pakken en zo. Omdat het komt natuurlijk allemaal op hun af. Dat is het grappige. Wij volwassenen vinden 3D natuurlijk al mooi, maar voor kinderen is dat helemaal spectaculair, want dan zit je er middenin. Ja. Maar het verhaal. Alice in Wonderland, is het ook echt het verhaal zoals we het kennen in het sprookje wat jullie gaan doen? Ja, eigenlijk wel. Alleen, wij vertellen eigenlijk het verhaal weer na, zeg maar. Dus ja, we beginnen eigenlijk buiten het sprookje om. We vervelen ons en we gaan naar de bioscoop. En als we eenmaal in de bioscoop zijn, dan komen we op een of andere manier komen wij in het verhaal terecht. Ja. En dus dan kom je wel al de figuren tegen ook die. En is er dan ook nog een echte Alice? Wij gaan of zijn zoek. Jullie dan weer? Jullie gaan op zoek naar Alice om haar te waarschuwen voor alle gevaren die er dreigen in Wonderland. Omdat wij natuurlijk het verhaal kennen. Oh, ja. Dus wij proberen haar te vinden, maar. Moeilijke zoek, toch? Maar ze is er wel. Ja, ze is er. Helemaal op het einde. Ja, prachtig. Het ziet er zo wel mooi uit, zonder 3D. Kom jullie kijken? Je beleeft het wel helemaal. Ik denk dat het Ik kom denk ik met mijn nichtje wel eventjes buurt, hoor. Ja? Ik denk dat ik mijn nichtje enorm blij maak. Ah, ja. Ja, want het is natuurlijk leuk voor papa's, mama's, opa's, oma's. En ook echt voor de allerkleinste. De peuters, kleuters, waar jullie. De echte kleintjes die, ik weet niet, het is nog wel lastig ook. Ja, dan is het ook best wel weer een moeilijk verhaal. Maar ja, goed, Misschien vanaf vier jaar. Oké. En we staan in Den Haag, heel de maand augustus. Dus heel de maand augustus in Den Haag. Ja. En waar zijn de toppers volgende week? In Amsterdam, hè? Daar staan jullie ook. Ja. Wat is dat leuk. Leuk. Ja. En ik dacht dat jullie de vijfde topper waren, maar dat is dus niet zo. Hè? Jullie treden gewoon op. Ze waren toch op zoek naar de vijfde topper, de toppers? Ja. Of zijn jullie het wel, de vijfde topper? Nee, want er zijn nog meer gastoptreden, zeg maar, toch? Ja, precies. Jullie zijn een gastoptreden. En Jan Smit komt ook nog. Ja. En wat gaan jullie precies doen daar? Mogen we dat al zeggen? Ah, tuurlijk mag dat. Een andere K3 dan we kennen? Nee. Nee, we gaan juist de tophits zingen die iedereen kan meezingen. In een medley. In een medley, ja. Zoals, wie heb ik aan de lijn? Zie ik, we gaan alles verklappen, hè? Eentje. Welke krijgen we te horen? Ja, zeker Mama C. En? Oja Lele natuurlijk. Oja Lele. Ja, tuurlijk, Oja Lele. Hoe gaat die? Oja Lele. Ik voel me plots weer zo, oja lele. Ik ken hem weer. Je kent hem wel. Ja. Leuk. En hoe gaat Wie heb ik aan de lijn? Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Waar ben je dan naar om? Verlang je ik zo om dicht bij jou te zijn? Ja, ik heb kaartje met Lisa. En hoe gaat ik schreeuw van de daken? Schreeuw het van de daken. Je kan je aan de Ik wil net zeggen, toen was mijn dochter al iets ouder, denk ik. Die ken ik niet. Ja, goed, in ieder geval, wij hebben een van de toppers die graag iets tegen jullie wil zeggen. Ja. Karin, Christel en Josje, wat ontzettend leuk dat jullie ons gaan versterken bij de toppers. En ik verheug me er heel erg op. Nou, jullie doen het natuurlijk fantastisch. Je was zelf ook erg vereerd dat ik het programma, het eindprogramma mocht presenteren. K2 zoekt K3. Wat ik samen mocht doen met jullie collega Koen Wouters in België. Nou, het wordt een topshow, denk ik. En het moet voor jullie ook gigantisch zijn om 3 avonden voor 60.000 mensen op te mogen treden. Het wordt hartstikke leuk. Ik zou zeggen, tot dan. En we maken er een knalfeest van. Heel veel plezier. Bye. Enig, hè? Maar meiden, K3, jullie zitten in de musical bijna, Alice in Wonderland. Jullie gaan bij de toppers zingen. Jullie zijn servetjes, jullie treden op. Jullie zijn cd's, jullie zijn eten, jullie zijn lollies, jullie zijn alles. Zit er een houdbaarheidsdatum aan K3 of gaat dat gewoon maar door? Ik denk, zolang dat wij het leuk vinden en de mensen het leuk vinden,
wil ik echt er niet mee stoppen. Het is wat ook is, gewoon wat leuk. Is, ja, wat is ja. jullie kracht? Waarom al die jaren zijn jullie er nog steeds? Wat is dat? Wij zeggen altijd, alles begint met een goed liedje. Maar er blijven gewoon steeds nieuwe, dat is ook zo. Ja, nieuwe ideeën ja, blijven komen. Je moet gewoon blijven meegaan met de tijd, zeg maar. Ja. Steeds weer iets nieuws proberen te bedenken. En want wij dachten ook met de laatste musical, we hebben ook de 3 biggetjes gedaan. Zo van, we gaan dit nooit kunnen overtreffen. En dan plots komt er weer dat 3D. Ja. En zo blijven gaan. Ja. Dat is echt super. En we amuseren ons. Ja. Maar iemand zei gisteren tegen mij, ik ben trendvolgend, niet trendzettend. Wat zijn jullie? Ik denk, trendzettend, trendvolgend... Nee, wij zijn geen misschien nou, maar zo met die 3D-musical. Dat is weer iets anders, ja. Okay. En zo'n sitcom die jullie... Ja. Maar sitcom, dat is niet echt... Nee, jullie zijn niet de eerste natuurlijk, maar... Ik vind eigenlijk dat we niet zo tijdsgebonden en trendgevoelig zijn of zo. Nee, ik vind dat juist is. Ja. Dat het altijd leuk is, ook al is het niet... We zijn een beetje voor iedereen. Oorspronkelijk. Ja. Oorspronkelijk. En binnen 10 jaar denk ik dat dat nog leuk is, die Alice in Wonderland terugzien of zo. Oh ja, dat is ook zo. Goed, we hebben het goed geanalyseerd. We hebben het zeker goed geanalyseerd. Christel, Karen en Josje. Ja.